De muur bij de tunnel onder station Nijmegen ziet er opnieuw anders uit. In het kader van het project Muur voor Talent krijgen kunstenaars de kans de muur te beschilderen. Dit jaar was het de beurt aan kunstenaar Feleon, die opvallend genoeg in Arnhem woont en werkt. Met zijn schilderij wil Feleon positiviteit overbrengen in de moeilijke tijd waar we allemaal in zitten door de coronapandemie. Muur voor Talent wordt betaald door de gemeente, het Mondriaan Fonds en de provincie Gelderland.